is hem. Dit is hem. Ze hadden natuurlijk geen beelden, ze hadden alleen maar beelden van journalisten die voor dichte deuren stonden. Ja, hij is gepakt. Ben je blij? Word je daar dan blij? Jij? Zo, Linda Rol. Ja, oké. Okay. Ik vind zo. Ja, hij is nu zo seniel en oud. En hij is 69, hè, maar hij heeft 2 beroertes gehad. En nou durven ze wel. Dat vond ik wel mooi, dat dan gaat alle journaals, die gaan dan mensen sturen naar Den Haag. Maar niks gebeurt. En dan begrijp ik niet dat er niet iemand in die redactie, bij die redactie zegt van, weet je, ga maar niet, er gebeurt niks. Dat doen ze niet. Ze sturen iemand en die gaat dan staan en zegt, nou, er gebeurt hier niks. En die gaan dan 10 minuten erover praten dat er niks gebeurt. Ik vind wel, wat ik wel bijzonder, ja, ik vind voor Wilders wel leuk dat Malis nu naar Den Haag komt. Want, Wilders heeft natuurlijk niet zoveel vrienden. En Mladic, die komt toch uit het... Oh ja, die heeft dezelfde, het gedachtegoed. Kijk, Mladic is niet zo'n slappe theedrinker. Mladic is gewoon iemand die ook zegt, er is een tsunami van moslims in Europa. De straten moeten schoongemaakt worden. En Mladic, die heeft daar gewoon wat aan gedaan. Oh, dus ik kan me voorstellen dat Wilders het prettig vindt met elkaar te praten van, wat zijn nou de beste tactieken om je doel te bereiken? Ja, die, dit is een rechte lijn. Zeg, ja, dit is vanuit dezelfde gedachte. Ik luister gefascineerd. Ik denk dat je geen taart krijgt voor deze, hoor. Dat denk ik ook niet. Dat is een gevaarlijke, ja. Ja, dat moet je dan vragen. Maar ik denk dat de meeste PVV'ers nu al zo zitten. Maar... Zo zitten ze altijd, volgens mij. Dat ik herken dat gezicht. Ja, jij kent dat gezicht. In de tram zie je dat vaak. Het is natuurlijk wel een goede parallel. Hè? Want dat is 15 jaar, 16 jaar geleden gebeurd. Het was afschuwelijk. En ondertussen is dat moslimsentiment in Nederland is niet sindsdien omgeslagen in iets heel positiefs. Dus... Maar het is ook niet als iemand dood wordt gemaakt dat je hem dan ineens leuk hoeft te vinden. Nee. Alleen, kijk, het mooie is, je mag niet Wilders vergelijken met iets uit de oorlog. Nou, met Mladic, daar heb ik nog nooit een regel over gehoord. Maar het is het. Ja, het zijn toch een beetje dezelfde gedachten van, we hebben een probleem hier in Europa. En dan moet wat aan gedaan worden, ja. En van de slappe theedrinkers moet je niet hebben. Maar zegt Wilders echt in essentie, het zijn slechtere mensen? Ja, dat zegt hij. Is dat zo? Oh, wat kut, ik had dat papiertje bij moeten. Nou, Wilders zegt letterlijk... Niet, hoor. Nou. Jawel, Wilders zegt... Nederland wordt vervuild. Dit heeft hij gewoon in de Tweede Kamer gezegd. Nederland wordt vervuild. De straten zijn... er is vervuiling van moslims. En de straten moeten schoongemaakt worden. Wilde zegt ook, je moet ze in hun knie schieten. Nou, Mladic schiet dat iets hoger. Maar is nou juist niet het geraffineerde van Wilders dat hij nooit zegt de moslims, maar altijd de Koran? Of een tsunami aan moslimisering. Ik heb het al eens uitgelegd. Je kunt niet de moslims loszien van de islam. Nee, dat ben ik met je eens. Maar daarom is hij nooit strafbaar. Omdat hij het altijd semantisch zo weet te draaien. Ik zeg ook niet dat hij strafbaar is. Ik vind het heel goed dat er iemand is die iets zegt namens een heleboel Nederlanders. Ja. Namelijk dat Nederlandse moslims of moslim-Nederlanders minderwaardig zijn. Dat is goed, want dat vinden een heleboel Nederlanders. Dus dan is het goed dat de namens er niet maar is. Maar vinden een heleboel Nederlanders dat omdat deel van het zegt? Blijkt, nee. Maar als je op hem stemt, want dan moet je ook niet roepen. Dan zijn er dan van die mensen zeggen, ja, nee, maar ik ben niet met alles met hem eens. Ja, wat is dat voor gevoel? Ja, maar ik heb het gevoel dat zo'n sentiment zo aangewakkerd wordt, eigenlijk. Ja, dus dat klopt. Iedereen begint dat ineens te vinden. Ja, dat is ook wat er gebeurt. Vonden we dat eigenlijk helemaal niet zo. Nee. Nou, ik denk dat er altijd mensen dit vinden. Ik denk dat er altijd mensen zijn die moslims haten of negers of homo's. Ja, precies, dan vinden ze Surinamers en zo. Ja, ook. Surinamers waren. Ik ben er ook voor om Surinamers te haten, maar ja, niemand. niemand die naar mij luistert. Nee. Je kijkt er te vrolijk bij, ja. Ja, dat is. Dat was een goede vraag aan Linda. Barry, hoe is dat voor jou? Was jij blij dat Mladic gearresteerd werd? Nou ja, het is natuurlijk wel. Ik vond het eigenlijk wel heel frappant dat die man met die hele grote snor, die slechte pianospeler, zoals hij zichzelf noemde. Don't shoot the piano player. Ja. Tom Karaman. Tom Karaman, dat die er niet tussen zat. Want dat is toch wel. Ik las een klein interviewtje in de Volkskrant met die man. En dat hij dan nu ook zelf weer oprakelt dat hij eigenlijk werd weggezet. En dat die man zo hard en zo streng was. En dat er geen speld tussen te krijgen was. En dat hij niks anders kon dan met dat champagneglas naast hem staan. Dat beeld is zo wrang geweest. Ja. Dat beeld is wat mij het meest bijstaat van die Mladic. Dat hij als een ontzettende dikke patje peer met alle macht naast die hele treurige man met die snor die een beetje zo
triest zitten kijken. Maar ja, ik vond het ook wel zielig. Want die Tom Carmans, natuurlijk. Ja. Zo'n man zit in het leger. Ik vind ook, als je in het leger gaat, dan weet je dat er... Het is geen damclub. Nee. Ik ben zelf afgekeurd. Op eigen verzoek, dus ik... Naar de Damclub, of voor de Damclub? Ja. Leuk! Jullie hebben met z'n tweeën. Ik ben ook bij de Damclub. Ik ben bij elke club een beetje afgekeurd. Maar ook in het leger, ik had geen tijd voor het leger. Ik zei ook tegen die meneer, maar dat is niet wat ik wilde vertellen. Ik zei, je hebt niks aan mij, want ik ga echt niet op mensen schieten. Toen hebben ze mensen als Tom Carmans aangenomen. Die laat mijn jooitje spelen, ik laat mijn snor staan, lekker leuk. Alleen, dan wordt het echt oorlog. Hadden we natuurlijk niet verwacht. En dan sta je tegenover die jongens die net klaar zijn met een vierweekse voetbalwedstrijd met het hoofd van hun tegenstander. En Tom, die doet dat niet. Nou, maar dat is gewoon zo. Wij zijn niet, vind ik, sorry voor alle militairen, stuur alsjeblieft geen brief. Alle militairen die Wout heten, geweldige jongens. Maar wij zijn niet goed in oorlog. Daarom moeten we ook in een bedrijf zitten zoals de Europese gemeenschap, zodat anderen ons kunnen beschermen. Wij kunnen geen oorlog. De Tweede Wereldoorlog hadden we één tank en die ging om bij de Grebbeberg. Echt waar, die ging van het padje af, die viel en was... Er is ook een bericht officieel, David, mijn bassist, mag dat graag voorlezen. De Nederlandse militairen hielden dapper stand tot de situatie gevaarlijk werd. Dat is letterlijk een citaat van Lou de Jong, geloof ik. Tot de situatie gevaarlijk. Wij moeten geen oorlog voeren. Wij moeten daar niet heen. Wij moeten hulp bieden als pretuur. Maar we moeten niet schieten. Wij zijn geen mensen die... Ik zou dan nu... Maar duizend jaar een hekel aan die andere mensen. Ik zou het nu mooi vinden als Mali dat hij landt in Scheveningen, ergens op zo'n militair vliegveld, en dat Carmans aan piano zit te spelen. Ja. Dat zou maar echt heel goed, hè? Heel goed. Dat zou leuk zijn, ja. Dat lijkt me geweldig. Ja, maar het is ook erg dat wij nu alle ellende van dat hele Srebrenica, dat wij dat nu op die Carmans gooien. Er is natuurlijk nog wel meer misgegaan. Dat was het zielige van die man. Je had ook zo met hem te doen, omdat dat hele verhaal bij hem terecht kwam. Wat jij nu zegt, dat projecteer je allemaal op die ontzettende lieve man met die snor, die waarschijnlijk een hele leuke vader is voor zijn kinderen. Maar die gewoon op de verkeerde plek met niet de goede middelen. Nou, maar er is geen dienstplicht meer. Meld je daar niet aan voor het leger. Ja. Meld je aan voor een Britclub in Spanje. Linda. Ja, Linda heeft het woord. Nee, maar ik zat te denken dat je altijd kunt bedenken dat je stoer bent, maar op het moment zelf pis je gewoon maar, in je broek. Maar dat hele broek. Iedereen. Ik ben niet eens broek. Gisteravond was dat ik, hoe heette die net Paul Witteman? Die Knevelen van de Brink. Knevelen van de Brink, precies. Oh, dat zijn wel niet Paul Witteman. Nee, oh, nu begrijp ik het. Ja, ik dacht ook, bij een slechte vriend, maar dat zijn echt, het zijn andere mensen kennelijk. Ja. En die ene met dat hoofd naar beneden, alsof u net zijn eigen scheetje geroken hebt. Ja. Met die ogen ook, die kijken zo, wat doe ik hier aan? Nee, dat is Knevel. Dat is Knevel. Ja, precies. Dat is Thijs van der Brink. Ja, Thijs van der Brink. Er zat een VVD... Dat is een James Bond film, of niet? Ja, een hele slechte film. Tweede Kamerlid van de VVD nu, die was ex-militair. Echt ex-Dutch battle. Ja, dat heb ik gezien, ja. En die zat daar. En dan zie je inderdaad, want ik ben het helemaal met je eens. Je moet niet achteraf een beetje de oorlog gewonnen denken te hebben. Maar Thijs maakt een grote fout, in dit geval, of eigenlijk altijd wel, maar deze noem ik eventjes. Ja. Dus namelijk, die Dutch petter zei, Thijs vroeg, heb je Mladic nog gezien? Nou zit hij niet op de compound, maar toen we er afreden, want ze trokken zich terug, want ze moesten 8000 mensen afvragen. Ja, kom even to the point. Ja, ze reden weg. En toen zei hij, toen reden we over die brug, en ik stond boven met mijn maatje, en toen zagen we hem op de brug staan. Thijs, erbovenop, had je toen je geweer bij je? Dan voel je hem al aankomen. Thijs van der Brink had op dat moment wel eventjes zijn geweer gepakt en Mladic doodgeschoten. Dat kan niet. Dat is het oorlog voeren, mensen doden is een heel ander. Bovendien zei de jongen inderdaad, zei hij, nou, ik had mijn geweer wel bij me, maar toen ik hem eenmaal schiet klaar had, waren we 200 meter verder. Wat een beetje weergeven van hoe snel ze die compound afgingen. En hij zei